Wij introduceren Robomo van Friendly Robotics. De eenvoudigste, veiligste en gemakkelijkste manier om uw gazon te onderhouden. Het is eenvoudig. Robomo vertrekt automatisch vanuit zijn laadstation op de dagen en tijden die u ingesteld heeft. Hij maait uw gazon en gaat terug naar het laadstation om op te laden. Het is handig. Robomo geeft u meer vrije tijd voor andere en meer aangename bezigheden. Robomo is een geavanceerde elektrische mulchmaaier die werkt op een accu waardoor het ook nog een milieuvriendelijke machine is. Robomo maait het hele gazon, inclusief de randen. Er is geen voorprogrammering nodig. Uw Robomo maait het gazon en laat kleine grasresten in het gras achter. Daardoor vindt er een natuurlijke bemesting plaats en hoeft er geen gasafval opgeruimd te worden. Hij maait, u geniet. Het is belangrijk om alle gebruiks- en veiligheidsinstructies in de handleiding te lezen en te begrijpen voordat u uw Robomo gaat gebruiken. Setup. Robomo is volledig gemonteerd. Er moeten alleen maar een paar eenvoudige handelingen verricht worden om de machine klaar te maken voor gebruik. Alle accessoires die nodig zijn voor de installatie op uw gazon zijn bij uw Robomo meegeleverd. De volgende accessoires zijn meegeleverd. Laadstation, perimeterdraad, draadpinnen, robolineaal, voeding, twee metalen pinnen voor het laadstation, gebruiks- en veiligheidshandleiding. Laadstationlocatie. De eerste stap is het bepalen van de beste locatie voor het laadstation op uw gazon. Plaats hem op het grootste gazon of in de grootste zone. We adviseren om het laadstation op een schaduwplek in de achtertuin te plaatsen, zodat deze niet te zien is vanaf de openbare weg. Plaats hem niet op een helling of te dicht bij een hoek of een sprinklerinstallatie. De afstand tussen het stopcontact en het laadstation is beperkt. Als de afstand te groot is, schakel dan een gekwalificeerde elektricien in om een stopcontact te installeren binnen de gevraagde afstand. Het is ook mogelijk om het laadstation buiten het gazon te plaatsen. Kijk hiervoor in het hoofdstuk Externe basis in uw handleiding. Perimeterdraadinstallatie. Begin bij de laadstationlocatie. Trek de draadeinden met de draadconnector uit de plastic verpakking. Maak het begin van de draad aan de grond vast op de plaats waar het laadstation moet komen. Houd 30 cm draad over om de draadinstallatie aan het eind te voltooien. Leg de draadjes losjes linksom langs de gazonrand. Begin met het installeren van de perimeterdraad door om de paar meter en in de gazonhoeken draadpinnen te plaatsen. Gebruik de lengte van de robolineaal om de correcte afstand van de gazonrand te krijgen, zoals afgebeeld. Trek de draad strak als u de pin vastslaat in de grond. Het is noodzakelijk dat de kop van de draadpin tot onder het grasniveau wordt geslagen, gelijk met de grond.